Op woensdag 11 januari heeft wethouder Jeroen Brandes overleg gevoerd met delegatie van het GVB, met onder andere algemeen directeur Alexandra van Huffelen. Het ging natuurlijk over de vele storingen van lijn 51 de laatste tijd, waarover de wethouder een brief aan het GVB en aan de gemeenteraad had gestuurd. Wij vroegen hem wat er uit die bespreking is gekomen. Nou, eind december, begin januari zijn er weer verschillende verstoringen geweest van lijn 51. Is natuurlijk een lijn die altijd al helaas getroffen wordt door veel storingen. En wij vonden het nodig, omdat we ook al daarvoor in december een keer met het bestuur hadden gezeten, om toch nog een keer heel dringend bij het GVB aan te dringen, om aan te geven wat ze nou echt doen, om te proberen de verstoringen zo minimaal mogelijk te houden. En vooral wat ze doen richting de reizigers. Want die worden natuurlijk getroffen en geconfronteerd. Ik sta op een halte en wat nu? Ze hebben aangegeven daar extra informatiecoördinatoren, zoals het zo mooi heet, voor te gaan werven. Op dit moment hebben ze daar drie. Die gaan overigens niet alleen op lijn 51 werken. Maar als je daar eenmaal op die halte staat, dan moet je weten wat je moet doen. Nou, zo hebben wij afgesproken dat de vervoerregio, die officieel de opdrachtgever is, samen met Amstelveen en het GVB nu om de tafel gaat. Dan wordt gedacht om op de haltes, in de abris, hele duidelijke posters te hangen. Wat moeten we doen bij verstoringen? Er wordt gekeken of we de SOS-palen die op elke haltes aanwezig zijn, of we die kunnen gaan gebruiken om in te drukken, zodat de actuele informatie wordt gegeven. Gaat de stremming lang duren? Wat is de verwachting? En kan ook daadwerkelijk informatie opgehaald worden? Een directeur operatie en techniek hebben aangesteld. Dus iemand die echt in het materieel zit, laat ik het zo zeggen. En die heeft gezorgd dat nu versneld in ieder geval wat materieel terugkomt naar aanleiding van die aanrijdingen. We weten dat lijn 51 verouderd is. Het materieel is verouderd. Daar wordt nu extra op ingezet om dat zo optimaal mogelijk te laten rijden. De visie is gewoon met het openbaar vervoer blijven gaan. Omdat we weten dat we allemaal het maximale doen om het zo goed mogelijk te laten rijden. Maar de visie is vooral om op de haltes zo snel mogelijk goed de reiziger te informeren. Zodat ze in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. Het GVB geeft reizigers die zijn gedupeerd door de storingen en extra kosten hebben moeten maken doordat zij met tram, bus of trein moesten reizen, compensatie. Zij kunnen zich aanmelden via gvb.nl, waar precies wordt uitgelegd hoe de compensatie geclaimd kan worden.